We gaan weer naar Gods woord luisteren. Dat hebben we net natuurlijk al gedaan. Maar we gaan verder met Romeinen 8, waar wij gebleven zijn. We zijn met het tweede bouwblok, om het zo maar te zeggen, in ons leven. De Romeinenbrief kent vier afdelingen, zeg maar. Vier fundamenten in ons leven. De 1 tot met 5, de rechtvaardiging door het geloof. En dan 6, 7, 8, leven uit genade. Ja, dat we zijn dood voor het... Dood voor de zonde, we zijn dood voor de wet, ja, we zijn ervan bevrijd. En het leven door de geest natuurlijk, hè, omdat voor de Heer te kunnen leven in deze tijd. En dan 9 tot met 11, wat is met Israël gebeurd? En dan de laatste hoofdstukken, de vierde bouwsteen, zeg maar, de wandel. Dus we doen kennis doen we op, leren wij. Maar het is nooit de bedoeling geweest van God dat we alleen dingen weten. Ja, dat we het ook gaan doen. Dus dat ons leven mag niet gebaseerd zijn op onwetendheid. Hè? Paulus spreekt veel over weten, weten, weten. Dat is heel belangrijk. Maar weten om er wat mee te doen. Ja? Want anders worden we opgeblazen. En dat is niet wat de Heer wil. Want het is juist de nederigheid. Ja? God geeft een nederige genade. En hoogmoedige weerstaat hij. Dus sla met mij open Romeinen 8. We zijn tot en met vers 17 gebleven. Gekomen eigenlijk. Wonderbare boodschap dat wij het zoonschap verkregen. Dat liedje, dat zingen wij. Hebben we het zoonschap verkregen. Dat is inderdaad zo. Dat is niet wat we ook gezien hebben. Dat je dan, net zoals adopteren van kinderen, een vreemd kind adopteert. En dat het dan tot jouw kind gemaakt wordt. Nee, het is zo dat een vader die maakt zijn eigen kind. Maakt hij uiteindelijk op een bepaald moment in de tijd. Zegt hij, je bent nou volwassen. En dat zien wij natuurlijk in onszelf eigenlijk ook. Ja? De kinderen groeien op, maar uiteindelijk... Ga je zoals volwassenen behandelen. Op een gegeven moment is die tijd gekomen. En dan wordt hij ook verantwoordelijk voor zijn eigen daden. En wij hebben die positie gekregen van de Heer. Omdat wij zijn mede-erfgenaam met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. In alles zullen wij erven. En wat erven wij dan? Nou, hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Alles wat nodig was om bij hem te verkeren, om in de hemel te komen, dat hebben we gekregen. De vergeving van zonden, we zijn verzoend, hè? We zijn gerechtvaardigd. En het heeft ook te maken met autoriteit, met regeren. Want wij zullen eenmaal, we zijn wel gered, ja. Ja, zomaar gered, ja, gered om met hen te regeren. Straks, hierna. In de hemelse gewesten. Dus dat hebben we allemaal geërfd met hem. Maar goed, de slaaf staat niet boven zijn Heer. We zullen ook het lijden wat hij heeft meegemaakt. En dat zegt vers 18. Dan zegt hij ook, of in vers 17, als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. We zullen natuurlijk ook met hem lijden, we zullen met hem alles delen. Met hem lijden en we zullen verheerlijk worden. En dan zegt hij ook in vers 18, ik hou het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het lijden staat niet in verhouding tot de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is heel bijzonder. We hebben een hele bijzondere relatie met de Heer Jezus. Ja? Wij mogen nu net in de Bijbel lezen alleen de Heer Jezus die zegt Abba Vader. Maar wij, nu de zonen van God, mogen wij dat ook zeggen. Wij hebben een hele intieme relatie met hem nu. Ja? God die bemoeit zich ook nu met ons. We kunnen ons hart uitstorten aan hem. Zijn geest heeft hij aan ons gegeven. En hij... wil ons helpen. Hè? Hij wil ons bekrachtigen. En zodat wij ook voor zijn eer en glorie kunnen gaan leven. Nou goed, de Heer Jezus heeft hier op deze wereld gelopen. En we weten, hij heeft natuurlijk ook veel geleden. Hè? Er is een film, nou, daar hebben we het allemaal kunnen zien. Wat lichamelijk geleden heeft. Maar het ging natuurlijk om het geestelijk lijden aan het kruis. Hè? De verlatenheid met God, door God. Maar Paulus zegt, het lijden wat wij dus meemaken in deze wereld, is niet te vergelijken met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat is in de toekomst, onder andere, ja, dat wij zullen eenmaal, in de toekomst zullen wij verheerlijkt zijn, en dan krijgen we die hemelse positie. Daar hebben we niks voor hoeven te doen, we hebben het alleen maar geloofd, hè, vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, toen wist je helemaal niet wat je nog te wachten stond toen je de Heer Jezus aannam, ja. Je gelooft, hij stierf voor mijn zonde, maar van tevoren wist ik nooit wat er allemaal nog achter zat, wat ik allemaal nog zou krijgen. He, dat is de heerlijkheid in de hemelen. En die zal geopenbaard worden aan ons of in ons. En dat is in de toekomst, maar dat is ook reeds nu al. Ja? De heerlijkheid des Heren
Christus is de hoop der heerlijkheid, is nu al in ons geopenbaard. En die kan alleen maar groter worden als we inderdaad gaan wandelen, wat Harry net zei, als de kinderen des lichts. Ja? We zijn in positie kinderen van het licht, maar als we gaan wandelen als kinderen van het licht, worden wij steeds lichter. Deze wereld is donker, donker, en wij worden alleen maar lichter en lichter. Hoe meer wij met de Heere wandelen. Dus die heerlijkheid die zal ons openbaard worden, maar dat lijden gaan met mij mee in 2 Korinthe 4 vers 17. Dat moeten we altijd goed bedenken. Paulus zegt, ik hou het daarvoor ook, hè. Ik hou het daarvoor. Dat moet je altijd voor ogen houden. En het daarvoor houden, dat die verdrukkingen die we hebben, die zijn maar tijdelijk eigenlijk in het licht van de eeuwigheid. Dus 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zie je, onze uitwendige mens, ons lichaam, dat verderft. Dat wordt steeds minder en steeds minder en steeds minder. Ik moet bijna elke dag horen dat ik kaler word thuis. Ja, ja. Maar dat, wordt dus, dat is het proces. Ja, onze uitwendige mens die wordt verdorven. Maar inwendig wordt die vernieuwd van dag tot dag. Dus de uitwendige mens wordt van dag tot dag minder. En dat is met de schepping ook trouwens zo. Maar de inwendige mens die wordt vernieuwd elke keer weer, elke keer weer. Want onze lichte verdrukking, zie je, Paulus zegt onze lichte verdrukking. Nou, als je kijkt wat Paulus op dat moment al meegemaakt had, wat hij had geleden, wat hij aan verdrukking had meegemaakt, dan noemt hij dat nog lichte verdrukking. Ja? En dan, die zeer haast voorbij gaat, het is maar voor een moment, het is eigenlijk maar heel kort. Inderdaad, ik ben nu zelf bijna 48 en nu kijk je achterom en zeg je, jongen, de dagen die vliegen gewoon. Ja, dat zie je ook aan je kinderen worden groter. Maar als je in die leeftijd van hun staat aan het begin, dan denk je, ik heb nog een heel leven voor me. Maar dan zie je op een gegeven moment, het leven is inderdaad, stelt eigenlijk helemaal niks voor. Het is maar een zucht. De psalmist zegt, wij vliegen daarheen. Inderdaad, je vliegt erheen. En voor je het weet, is het voorbij. Alleen als je in de verdrukking zit, dan lijkt het wel een eeuwigheid. Dan lijkt het heel lang, het lijden. Nee, en het werkt ons een zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. En dan moet je even mee naar 2 Timotheüs 2 vers 12. Hoezo, die verdrukkingen? Nou, we hebben verdrukkingen, of lijden, vanwege het evangelie. Ja? Als je niet wilt lijden, en wie wil dat van ons? Maar vanwege het evangelie, dan moet je gewoon je mond houden. Ja? Dan moet je niet echt voor de waarheid gaan staan. Dan moet je gewoon een beetje water in de wijn doen. En je gaat mee met de stroom. Maar, Paulus zegt, als wij het woord willen bewaren, het evangelie natuurlijk echt voor willen staan en zuiver houden, ja, dan komen de verdrukkingen. Dan zullen we gaan lijden. Het is voor een moment, maar aan de andere kant, het werkt iets in ons. Paulus zei net, het werkt in ons een eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat lazen we net in die tekst. Dus het werkt in ons. Iets in ons, dat lijden. En wat? Een eeuwige heerlijkheid. Kijk, in 2 Timotheüs 2 vers 12. Dan zien wij, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Dus als wij verdragen, nou, verdragen heeft met lijden te maken, ja? Dus als wij verdragen, dus met het lijden, dus als wij volhouden, dat heeft alles te maken met de verkondiging van Christus naar de openbaring van het geheimenis in deze tijd, nu. Als wij verdragen, ja, dus als wij Christus willen verkondigen, de hele raad Gods, zoals Paulus dat noemt, ja, de hele raad Gods, dus alle toeters en bellen, alles erop en eraan, inclusief de doop, inclusief de hoop, de een heer, nou, je weet het, de hele verborgenheid. Dan komt het lijden op ons af, ja. En dan moet je verdragen, heb je verdragen nodig, moet je kunnen verdragen. Nou, God zorgt dat wij kunnen verdragen, geeft ook de uitkomst. Maar dat verdragen, ja, dan zien we, dat levert ons iets op in de eeuwige heerlijkheid. Namelijk, dat wij met hem zullen heersen. Ja, we zullen met hem regeren. Met andere woorden, een eeuwig gewicht der heerlijkheid. In de heerlijkheid is zeg maar een gradatie in gewicht. Het ene gewicht, ik noem maar wat, is 100 kilo, 200, 300 kilo. Dat heeft natuurlijk alles met onze beloning te maken. Ja, als wij de Heere gediend hebben en we zijn trouw gebleven, en we komen voor de rechterstoel van Christus, niet om verloren te gaan, maar onze werken, ons leven, zoals men wel eens zegt, als iemand vlak voor de dood staat, gaat zijn leven als een film voorbij. Zo zullen wij voor de rechterstoel van Christus,
zal ons leven ook als een film voorbij gaan voor de rechterstoel. Nogmaals, niet om ons te veroordelen, want wij zijn gered, maar wel om onze werken tegen het licht van het woord te houden. Heb ik hooi of heb ik goud? Verbrandt het voor de rechterstoel of wordt het, is het goud? Ja, dat kan blijven bestaan. En dat is dat eeuwige gewicht der heerlijkheid. Hooi weegt minder zwaar als goud, Ruben. Ja? Dus hoe meer goud, ja? Hoe meer wij trouw blijven aan het woord, hoe zwaarder wij worden als zwaarder, hoe meer goud in ons leven. En dat wordt door God niet over het hoofd gezien. Dus ga met mij terug naar Romeinen 8. Dus, vers 18, het lijden, zie je. En Paulus zegt ook, ik roem ook in de verdrukkingen, ja. En in smaadheden. Smaadheden. Niemand wil graag gesmaad worden. En vervolgingen. Maar hij heeft ervaren dat de kracht van Christus ten volle in ons openbaar komt. De geestelijkheid van iemand, die bewijst zichzelf ook pas als je natuurlijk in de verdrukkingen komt. Als je in het lijden komt. En genoeg mensen zeggen, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik wil nog een beetje van het leven genieten. Alsof van de Heer, met de Heer wandelen, niet geniet is. Maar er komt, ze hebben ook niet ervaren de kracht van Christus in hun. Dat kan alleen als je zwak bent. In momenten dat je het niet meer ziet zitten. En dan is Paulus ons grote voorbeeld, ja. Die heeft laten zien dat de kracht dan juist in hem openbaar wordt. Dat heeft hij ook moeten leren. Ja. Hij heeft er ook om gebeden dat hij genezen werd van die doornend vlees. Maar God heeft het niet gedaan. Hoewel hij veel mensen toen op dat moment nog genas. Zelf werd hij niet genezen. Maar later zegt hij ook van ja, ik wil het ook helemaal niet. De kracht van Christus komt juist nu in mij openbaar. En dat is veel meer waard. Als dat alle omstandigheden om ons naar onze hand gezet worden. Dus dat is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus dat is niet alleen de toekomst de heerlijkheid. Maar ook nu in dit leven. Want het schepsel als met en het lijden, dat hebben we ook mee te maken. Dan gaat hij hier verder over praten. Dat heeft met de schepping te maken. Kijk maar, want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig. Maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van zijn dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. De schepping verwacht met opgestoken hoofden, in de NBG staat, met rijkhalsend verlangen. Ja? Inderdaad. De schepping, bewust of onbewust, als je om je heen kijkt, wacht inderdaad met opgestoken hoofden, met rijkhalsend verlangen naar de openbaring van de kinderen Gods. Waarom? Wie zijn dat trouwens, de kinderen? Dat zijn wij. Ja? En waarom kijkt men daar zo naar uit? Dat wij mogen openbaar worden. En dan spreek ik dus even in twee verbanden dat wij worden opgenomen bij de Heer. Wat gebeurt er namelijk als wij naar de Heer toe gaan, als hij ons komt halen? Nou, dan duurt het nog 7 jaar en dan komt de Heer Jezus terug op de aarde. Dan vestigt hij het koninkrijk, vrederijk, en dan gebeurt er iets. Want, dat lazen we ook, dan wordt de schepping ook verlost van de vloek die erop rust. Ja? Want op deze wereld, de schepping, wat is er gebeurd met Adam en Eva? Adam heeft gezondigd. En op dat moment is door God de aardrijk, niet de mens, maar het aardrijk is vervloekt om wat Adam gedaan heeft. Ja? Om wat de slang gedaan heeft. Ga maar even mee naar Genesis. Voordat ik het verkeerd zeg. Genesis 3. Vers 14. Dan zegt de Heer tegen de slang, dus tegen de duivel. Toen zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds, op uw buik zult gij gaan en stof zult gij gaan eten al de dagen uw levens. Dus daar vervloekt hij de slang. En dan vers 15, dan zien we de belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het versenen vermorzelen. Dus de schepping is wel vervloekt uiteindelijk,
maar op hoop, zegt Paulus. Want de vloek wordt dan uitgesproken. En als je kijkt ook verder, in vers 16, de vrouw, ik zal vermenigvuldigen uw smart. Ja, dat weten we. De kinderen die gebaard worden, dat gaat niet zonder pijn. En de man, in vers 17, omdat hij geluisterd heeft naar de stem van zijn vrouw. Zie je, die stond er dus naast. Hij heeft geluisterd naar zijn vrouw. En wat gebeurt er dan? Zie je, het aardrijk, in vers 17, zo zei het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uw levens. Ook zal het doornen en distelen brengen. En gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uw aanschijnt zult gij brood eten. Totdat gij tot de aarde wederkeert. Dus ja, dat is het resultaat. De vrouw die baart kinderen met smart. De man zal met het zweet des aanschijnt zijn brood verdienen, Jochen. Ja, met zweet. Dus het gaat niet vanzelf. Je moet ervoor werken voor je geld. Maar het aardrijk is ook vervloekt, ja, doornen en distels. Nou, als we ons kijken, dan zien we ook inderdaad dat het een neergaande spiraal is. En dat wij inderdaad niet van de problemen afkomen in deze wereld. Nou, en wanneer komt dat dan? Hij heeft de verlosser beloofd, die zal komen, hij is gestorven aan het kruis. Maar omdat de profetie, ga met mij mee naar Jesaja 35 om dat even te zien. Jesaja 35, wat is de toekomst? Van wat in de Bijbel beloofd is, dat de aarde, de natuur, de schepsel, die vloek zal opgeheven worden. En dan zie je een paar voorbeelden in Jesaja 35, staan heel veel voorbeelden van in de Bijbel, maar ik lees hier deze dan. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en bloeien als een roos. Dus de woestijn zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen. Ja, met verheuging en juichen. In vers 4 zie je ook versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Even kijken hoor, in vers 5. Als dan zullen de blinde ogen open gedaan worden en de dove oren zullen geopenbaard worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen water uitbarsten en beken in de wildernis. Nou, enzovoort, je ziet het, ja. Dus er zal een zegen op deze wereld zijn. En het aardrijk is bevrijd van de doornen en distels. Iedereen zal zijn eigen boom hebben, staat ergens in de Bijbel, ja? In die tijd, als het duizendjarig vrederijk aanbreekt, wanneer Jezus komt op aarde, dan is het aardrijk is niet meer vervloekt. Nou, dat is iets waar de schepping rijkhalsend naar uitziet. Ja? Vandaar dat de schepping rijkhalsend uitziet na de openbaring van de kinderen gods. Ja, als zij zijn weggenomen. En dan duurt het nog even. En dan zal dat rijk gaan aanbreken. Maar zolang wij er zijn. Ja, breekt die tijd niet aan. Maar is het nog wel een tijd van genade voor de mensen natuurlijk. Ja. Dat het evangelie van godzaligheid. Nu nog steeds over de hele wereld. Aangenomen kan worden. Voordat God gaat oordelen. Want die tijd gaat natuurlijk ook komen. Maar daar praten we nu niet over. We praten nu over de genade. Nou, als we terug in Romeinen 8 zijn, dus verwacht openbaring de kinderen gods inderdaad, en ook in die zin, dat het ook nu van ons verwacht wordt, ja? De openbaring van de kinderen gods is natuurlijk als we naar de Here gaan, maar ook dat wij ook in ons leven openbaar worden aan de schepping. Want van ons wordt er in feite verwacht dat wij de antwoorden hebben, ja? En dan zie je dat als het fout gaat, dan wordt het ook misbruikt. Hè? Dan zie je dat hele gebeuren met die PKN-kerk. Ja, dat wordt ook breed uitgemeten op televisie en in de kranten en daardoor belachelijk gemaakt. Maar wij hebben de antwoorden. En de mensen die proberen er het beste van te maken, maar we zullen zien, dat zal niet gebeuren. En daarom roept Paulus ook op ons op. Hij zegt, wees een voorbeeld der gelovigen. Niet een voorbeeld aan de gelovigen, maar van de gelovigen. Ja? Dus als wij erg lopen, we zijn aan het werk, of we praten met mensen, of waar we ook staan, lopen, we vertegenwoordigen wel wat, ja? Wij vertegenwoordigen het lichaam van Christus. En wij zijn gelovigen, dus wij worden in de gaten gehouden. Dat is ook zo. Dus daarom, deze voorbeeld in Bandel, zegt Paulus, staat in 1 Timotheus 4, ik zoek het naar nu op vers 12. Maar in wandel en in je woorden, in je doen en laten, wees daar een voorbeeld
van de gelovigen. Want er wordt naar je gekeken. En de schepping verwacht dus de openbaring der kinderen Gods. Dus dat, omdat ze dan van die vloek bevrijd zal worden. Maar ook van ons, vandaag, wordt het ook verwacht. Ja? Dat Christus in ons openbaar mag worden. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig. Nou, dat hebben we net gelezen in Genesis. Ja? God heeft het aan de ijdelheid onderworpen. In vers 21, op hoop, zie je het, dat ook het schepsel zal vrijgemaakt worden van een dienstbaarheid der vernevenis. Zie je het? Dus God heeft het wel aan de ijdelheid onderworpen. Dus de schepping, hoe mooi het soms ook uitziet, maar het is leeg, ja. Het wordt er niet beter van. Je ziet ook, talloze dieren sterven ook uit. Dat is niet alleen in deze tijd met het milieu en alles. Maar daarvoor ook al, ja. En we zien ook bijvoorbeeld waar erg veel hitte is, waar ook alles doodgaat, of overstroming, ja. Dat is allemaal niet aan de orde als de Heer Jezus op aarde is. Dan gebeurt dat niet. Dus dat heeft daar allemaal mee te maken. En dan zegt hij, maar op hoop. Dus toen de Heer, toen God dat in Genesis dat uitsprak, de aardrijk is onmuntueel vervloekt, was het wel op hoop, ze waren niet reddeloos verloren. Want hij beloofde tegelijkertijd redding, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou, en dan, waar verlangt het schepsel nou naar? De schepping, waar verlangt de schepping nou naar als je om je heen kijkt? Toch allemaal dat ze daarvan bevrijd mogen worden, dat ze vrij mogen gemaakt worden van die dienstbaarheid, van die slavernij, want de mensen zijn allemaal in slavernij. En de hele wereld praat over, waar praat ze altijd, al jaren over, honderden jaren over vrede en gerechtigheid. Ja? Daar verlangt de schepping naar. Alleen komt niet, want ze willen het zelf oprichten. En dat lukt niet. Het probleem is, in vers 22... Oh wacht, hij zegt dus, van het dienstbaarheid der vernevenis, en zo willen ze de vrijheid, de heerlijkheid der kinderen Gods. Wij hebben namelijk wel die vrijheid. Ja? Wij hebben de vrijheid, wij zijn vrijgemaakt. Wij zijn, hebben het zoonschap verkregen. Ja? En we zijn nu vrij. Vrijgemaakt. Vrijgemaakt van de zonde, vrijgemaakt van de wet. Die vrijheid die wil iedereen hebben. Nou, en dan in vers 22 zegt hij, maar wij weten hoe het komt. Wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. Dus, wij weten dat het schepsel samen zucht. Ja, natuurlijk, het is bij Adam begonnen. En daar hebben we de gevolgen nu, 6000 jaar later, nog steeds mee te maken. En het is in baresnood, het zucht, dus de hele schepping zucht. Nou, kijk maar in de kranten. En men hoopt dat het beter wordt. Maar je moet even denken aan iemand die ongelovig is. He, die heeft nog steeds, hoopt hij maar dat het ooit een keer beter gaat worden. Eigenlijk dat verlangen naar de openbaring van de kinderen Gods, ja. Die vrijheid. Dat het eenmaal goed zal komen, dat er vrede zal zijn. Maar wij weten, zegt Paulus, wij weten wel beter. Want hij zucht, en wat staat erachter? Tezamen in barensnood. Nou, in barensnood, als een vrouw gaat baren, dan worden de weeën, zover ik het tot nu toe begrepen heb, dan zie ik in de, werden ze niet minder, maar werden ze alleen maar erger. Ja? En dan komen weer en op een gegeven moment meer en meer en meer. Ja? En dat is de schepping ook. Ondanks de techniek, ondanks alles, de wetenschap, ook de ziektebestrijding, hoe knap ze ook allemaal zijn, wat ze ook allemaal gedaan hebben. De schepping is in feite, dat zuchten, is eigenlijk alleen maar meer geworden. En het is een degeneratie. Dus het was volmaakt en het wordt alleen maar zo. En het wordt erger, 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 erger. Dat is baresnood. De weeën worden erger, 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 erger. Ja? En door de zonde wordt de wereld, men denkt van beter, 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 dat de wereld wordt, want dat probeert men. Maar hij werkt de andere kant op, het wordt alleen maar erger, erger, erger. En dat is nu het geval. Maar, in vers 23, nou komt het, niet alleen dit, maar ook wij zelf, ja, die de instellingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf. Dus de schepsel, schepping zucht, maar de gelovige zucht ook. Er wordt natuurlijk veel geleerd, dat weten wij, we kennen
kerk of evangelische gemeenten en charismatische gemeenten die denken dus door genezing, mensen te genezen. Ja, want dat is het evangelie, geloof en weet het, als je maar genoeg geloof hebt, dan kom je er wel vanaf, dan word je genezen. En een halleluja prijs de Heer evangelie, we hebben het alleen maar, het moet allemaal goed gaan, dat heeft de Heer ons beloofd. Maar het is niet zo, de Bijbel leert dat het heel normaal is dat wij gelovigen zuchten ook in deze schepping. En waarom? Ten eerste dus de schepping om ons heen, die is in zonde. Maar omdat wij ook nog steeds dat lichaam hebben. En dat lichaam, dat is het zondige, dat zondige natuur zit in het lichaam. En, ja, en die heeft het heel erg naar zin hier op aarde. Ja? Dus, dat is dus wel een bedelingswaarheid zoals we dat noemen. Ja, Paulus leert heel duidelijk dat de gelovige nu gewoon nog steeds ziek kan worden. Ja? En dat hij niet rijk hoeft te zijn. Dat heeft niks met zijn geestelijkheid te maken. Met zijn geloof. Nee, hij zegt juist tegen de rijken die rijk wil worden. Maar er zijn zat rijken. Nou, zat. Maar in ieder geval, er zijn rijken die gelovig worden eenmaal in hun leven. En dan zijn ze gewoon rijk. Ja, maar het is wat anders. Wat is, heb jij behoefte om rijk te willen worden constant? Wacht even, dat gaat ten koste van je wandel met de Heer. Dat kan niet anders. Je kan geen twee heren dienen, zegt hij. Maar het punt is dus dat wij in deze tijd, dus ook met deze wereld, met de ongelovigen samen, met het schepsel, met schepping, meezuchten. En ik wil het ook best wel graag omdat het allemaal perfect loopt. En het ziet er aan de buitenkant ook wel mooi, als ik even naar de jongeren kijk, ja, die kijken in de televisie, ja, of naar mij, ja, en dan zie je dat het allemaal vermaakt lijkt, hè, al die sterren. En het lijkt of ze altijd lachen, ze hebben het altijd naar hun zin, het gaat altijd goed, ja. Maar je ziet ze natuurlijk nooit als ze 's ochtends vroeg uit bed komen, ja, of als ze een keertje ook net zo misselijk als jij zijn, ja. En alle dingen, en ook ziek zijn, maar dat zie je nooit, het ziet er altijd mooi uit aan de buitenkant. Maar er is geen mens in de wereld die niet zucht. Iedereen, rijk en arm. Maar ook de gelovigen zijn er niet vrij van. Ja? Maar wat hebben wij? Wij verwachten, wij zuchten dus ook in onszelf. Maar we verwachten, en dat is het verschil met de ongelovigen. Namelijk de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is iets heel bijzonders. Wij verwachten de aanneming tot kinderen. En wij hebben vorige keer geleerd dat wij hebben de geest der aanneming tot kinderen. En die roept Abba Vader. Kijk maar, vers 16. 15. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Ja, wij hoeven niet meer te vrezen omdat wij onder de wet zijn. Nee, wij hebben nu ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Zie je? Wij zijn volwassen zonen die door de geest geleid worden en niet meer door de wet. Dat is de volwassen zoon. Die niet meer constant gecorrigeerd wil worden met de wet. En als krijg je straf. Doe dit, doe je die, krijg je straf. Doe dat, doe je die, krijg je straf. Nee, die tijd is voorbij. We worden nu door de geest geleid. Hij leidt ons. Wij geven ons. Als je geleid wordt, dat betekent dat je jezelf ook overgeeft aan die leiding. Ja? Anders doe je dat niet. Dan gooi je kont tegen de krib. Ja? Of ik laat mij niet, ik maak het zelf wel uit. Nee, een geestelijk iemand die geeft zich over aan de leiding van de Heer. En dat is door de geest geleid. En nu niet door de wet. Nou, die geestaanneming die hebben wij nu. Maar hier in vers 23 lezen we over de verwachting van de aanneming tot kinderen. Ja, dat is de completering als dat lichaam ook vernieuwd wordt. En daar wachten wij natuurlijk allemaal op. Dat eenmaal dat zondige lichaam, wat ons dwars zit, wat ons doet zondigen, ja, dat wordt vernieuwd. Ja, en dat noemt hij ook de verlossing van ons lichaam. Dan zijn wij vrijgemaakt. Vrijgemaakt van de dienstbaarheid, van de zonde. Dus duidelijk is, wij zijn natuurlijk, als wij gelovig zijn geworden, zijn wij vrijgemaakt van de zonde. Ja, dan zijn wij een nieuw schepsel. Maar ja, goed, de totale verlossing is eigenlijk dat ons lichaam, ja, en dat noemt hij de verlossing van ons lichaam. De dag der verlossing. Wij zijn verzegeld door de Heilige Geest. Wat zegt hij in Efeziërs 30?
tot de dag der verlossing. Nou, en de dag der verlossing, dat zegt hij hier, is ons lichaam. Dus wij moeten goed het woord snijden, recht snijden. Want mensen gooien het anders door de war. Onze zekerheid is niet in het geding. Wij zijn verlost. Maar ons lichaam, dat wordt nog vernieuwd. Nou, in vers 24, want wij zijn in hoop zalig geworden. Ja, wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Inderdaad. Als je iets ziet, dan hoop je het, hoef je het niet meer te hopen. Want dan heb je het, dan zie je het. Maar wij zien het niet. Bij ons is alles geestelijk. Wij weten het, hè, in de toekomst. En dat zegt hij ook in vers 25. Indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Wij volharden. Omdat je een hoop hebt. Ja, het is net zoals bijvoorbeeld iemand die gevangen zit. Schuldig of onschuldig. Maar op een gegeven moment weet hij een dag, dan wordt hij vrijgelaten. En dat houdt je overeind, ja? Dan zie je naar uit. Over 2 weken of over 2 maanden. En dan ga je de dagen aftellen, dan ben ik vrij. Ja, en zo verwachten wij dat ook. Met lijdzaamheid. Dus die omstandigheden kunnen heel erg zwaar zijn. Maar toch, die hoop die je weet, die houdt je op de been. Ja? En dat is voor ons ook zo, ja? De schepping zucht. We leven in een zondige wereld, dat weten we. Hè? Dat kan ons ook, omdat de geest woont in ons, ja. Zonde, dat je je daaraan ergert. Dat je daar verdrietig van wordt. Ja, en we zuchten ook, omdat we in dat zondige lichaam nog zitten. En toch, we verwachten het met lijdzaamheid, ja. Dat houdt ons vol, dat geest dat wij verdragen, omdat wij hebben een toekomst. Dus dank God dat wij de Heer kennen, want ongelovigen, ja, die heeft dat helemaal niet. Ja, die ziet juist dat gat in de toekomst en die gaat van alles doen om het leven nu zo aangenaam mogelijk te maken. Want ja, je leeft maar 1 keer. Ja, dus eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is de houding van ongelovigen. En ja, neem het ze kwalijk. Ik bedoel, dat zou ik ook doen. Ja, maar de gelovige heeft dat niet meer. Ja, dat zwarte gat is weg. En hij ziet daar het eeuwige licht van de heerlijkheid op hem afkomen. Dus inderdaad, je wordt ouder. Ja, voor mij is het altijd, ik vind niet echt om ouder te worden. Het is elke keer weer 1 dag eerder bij de komst van de Heer. Nou, in vers 26. En desgewijs komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Zie je het? De geest komt onze zwakheden mede te hulp. Desgelijk, zegt hij. Want wat doet de geest nog meer in ons? Nou, kijk je bijvoorbeeld als je kijkt in vers 4. Even kijken hoor. Vers 14 denk ik dat ik bedoel. Ja, vers 14. Wij worden door de geest geleid, zie je het. En als je dan kijkt in vers 16. De geest getuigt ook in onze geest dat wij zijn kinderen zijn. Dus hij geeft ons ook de zekerheid. Nou, de geest doet nog meer dingen. Hij verlicht ons en hij leert ons. Maar wat wij hier even lezen in Romeinen 8. En dan hier in vers 23. Dus wij verwachten de aanneming tot kinderen. Dat komt ook omdat de geest in ons woont. Wij hebben dat verlangen eenmaal. En het uitzicht dat ons lichaam verlost zal worden. En nu, dat zijn allemaal dingen die ons bekrachtigen. En die ons op de been houden. En die ons helpt. Wij hebben dus een hulp in ons. En zegt hij ook, hij komt ook onze zwak mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk behoort. Hé, inderdaad, wij weten. Wat zijn die zwakheden? Nou, dat wij niet weten wat wij bidden zullen. Zoals het behoort, staat er. Want ieder mens bidt. Hè? De moslim, de jood, de christen, de hindoestaan, ze zijn allemaal, praten ze. Zij praten tegen wat ze niet weten, maar wij praten tegen die we wel weten. Maar ze bidden allemaal. Maar onze zwakheid is nu dat wij niet weten wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Inderdaad. Als ik denk voordat ik tot geloof kwam van de kerk. Ja. Ik bad wat ik dacht dat ik zou moeten bidden. Ja. En dan had je het onze vader meestal. Dus je wist. Wat bad je dan? Dat werd dan geleerd. Hè, of je las wat over. En dan las je dat. En ging je dat ook zo bidden. Maar eigenlijk, als je eenmaal tot geloof komt, dat de geest komt in je wonen, ja, dan zegt hij,
weet je wel wat je bidden moet. Zoals het behoort. Daar gaat het om. Daar zit dan net het punt. Ja, wat bidden wij in deze tijd van genade? Want je komt tot geloof. Ja, kan ik nou bidden voor dat het met mij goed gaat, dat ik gezond mag blijven, of dat God mij, dat hij mij een teken mag geven dat ik een bepaalde beslissing moet wel nemen of niet moet nemen, al dat soort dingen. Is dat het? Nou, dat heeft alles te maken dat als je moet weten wat God voor jou, hoe God nu in deze tijd werkt, ja, wat hij nu van ons, wat zijn plan is, ja. Als je dat kent, dan weet je ook waar je voor wel en niet moet bidden. En in die zin komt de geest ons te hulp. Hoe dan? Omdat hij uit de lucht zo ons mijn hersen binnenkomt waaien? Nee, dat heeft te maken met de Bijbel. Want Gods woord werkt, Gods geest werkt nooit los van zijn woord. Dus als je met mij mee even naar Matteüs 6 gaat, kunnen we daar een mooi voorbeeld geven. Matteüs 6. Kijk, voordat je tot geloof komt, ja, dan zijn er mensen die zijn religieus, die gaan naar de kerk. En gelovigen kunnen dat natuurlijk ook zijn, maar. En dan, ja, denk je dat je weet hoe je moet bidden. Ja, laat het zo maar zeggen. Dat zie je om je heen. En je denkt dat het zo moet. Maar de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in Matteüs 6, vers 5. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, de schijnheiligen. Want die plegen gaan in de synagoge en op de hoeken de straten te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Zie je het? Dat is uiterlijk vertoon van bidden. En ook bijvoorbeeld, nou kijk maar naar de kerk, hè. Dat moet op een bepaalde manier, dat moet op een hele eerbiedig, heilige manier. En je loopt zo bijvoorbeeld, of met mooie kleren aan, of opeens dat zo. Het moet allemaal volgens bepaalde, ja. En hier spreekt hij ook over dat ze mogen gezien worden. Maar in vers 7 zegt hij ook, als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Zie je? Dus hier praten we over veel woorden. Nou, inderdaad, dat herken ik wel. Vroeger dacht ik ook van, je moet het mooi zeggen. En dat merk je aan je kinderen ook. Dat moet ik bidden. Ik weet niet wat ik moet bidden. En dan denken ze inderdaad, ja, dan moet ik, ja, zo gaan praten op een bepaalde manier. En hier spreekt hij vooral de veelheid van woorden. En inderdaad, door veel te praten en alles te zeggen en mooi te zeggen, dan denkt ze verhoord te worden. Maar de Heer zegt nee. Dat is het niet. Ja? Dus dat is het niet. Nou, en dan zien wij bijvoorbeeld een voorbeeld in 6 vers 12. We spraken net over, wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Nou laat ik iets zien zoals het dus niet behoort, ja? Wij weten niet. Want dan ga je voor 6:12, en wie deed dat niet vroeger? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja? Nou, dat is nu het bidden zoals het niet behoort nu. Want in vers 14, indien gij de mensen misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. De motivatie om de mensen te vergeven is in dit gebed de angst. Ja? De vrezen. Angst dat jouw zonden niet vergeven worden. Dus wat doe jij als je dat leest? Nou, je zal wel zorgen dat je iemand vergeeft. Ja? Omdat anders worden jouw zonden niet vergeven door God. Maar dat is niet wat wij horen te bidden nu, zegt Paulus. Want wat is voor ons nu de motivatie om mensen te vergeven? Niet de angst zoals we hier lezen, maar omdat Christus ons vergeven heeft. Wij kennen de vergeving, want wij hebben het ervaren. Wij weten, hij heeft al mijn zonden vergeven. En mijn motivatie is nu de dankbaarheid en de liefde van Christus voor mij om nu andere mensen te vergeven. Ja, dat is een heel ander iets. Daar komt er helemaal geen angst bij. Daar komt liefde voor in de plaats. En dankbaarheid. Ja? Ga met me mee naar Filippenzen 4, vers 6. Filippenzen 4, vers 6. Het bidden.
Paulus op koning David na, maar in de psalmen misschien. Maar is buiten Paulus geen ander die zoveel spreekt over bidden. Dus lees de Bijbel maar hoe vaak hij zegt bidden of ik bid voor u. Ja, of in u in mijn gebeden gedenkende. Dus gebed is een heel belangrijk onderdeel van ons geestelijk leven. Het zijn zeg maar de longen van ons geestelijk leven. Het is de Bijbel lezen en het is bidden. Bijbel lezen is luisteren. Bidden is het communiceren met God. En niet alleen even Heere zegen deze spijzen. Ja, of 's ochtends even als vaste ritueel. Nee, het in communicatie met God zijn. Dat betekent te alle tijden. Ja? Waar je ook bent. Wat je ook doet. In die Filippenzen 4, dan zegt hij, vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat u begeerd in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Geen ding bezorgd zijn. Want wat zegt de Bijbel? Dat als wij bekommerd zijn om dingen, zegt hij in Spreuken, zorgen maken, dan buigt dat onze ziel neder. Zorgen maken, bezorgd zijn, dat buigt je ziel neder. Dat drukt je neer. Maak je depressief, zeg maar. Dat is zorgen maken. Zorgen, 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 zorgen. Zorgen over dingen die kunnen gaan komen, maar niet komen. Ja? Dus je maakt jezelf eigenlijk bang voor iets. Het is een onrealistisch niet iets. Het is ook ongeloof. Je bent dingen bezig te verzinnen die misschien helemaal niet gebeuren. Dus je bent jezelf gewoon eigenlijk maar bang aan het maken. Dat is met Ruben, die vraagt ook wel eens over een hond. Ja, ik ben ook zelf, ik ken dat, ik ben zelf ook heel bang voor honden geweest vroeger. Op een gegeven moment dacht ik, ja, je moet gewoon de mensen geloven die tegen je zeggen. Ja, hij doet niks. Maar ik had mezelf ingeprent, ik ben bang voor honden. Dus, ik ben gewoon bang. En die mensen, die kennen die hond heel goed. Ja, hij doet niks. En dan keek ik op een gegeven moment ook naar die staat zo. En sindsdien was het over. Nou, maar niet meer bang voor honden. Ja, maar dat heeft te maken met geloof, ja. Dat is met de Bijbel ook. Geloof wat God in zijn woord zegt. Ja? En wees in geen ding bezorgd. Maar wat moet je doen? Al je wensen mag je nu bij God bekendmaken. Alles. Door bidden en vooral smeken. En wat is smeken? Smeken wil zeggen dat je het ook echt wil. Want je kan bidden, ook uit automatisme natuurlijk. Ja, je hoort toch te bidden, dus ik bid elke dag 3 keer. Ik bid. Maar wil je echt door de Heer veranderd worden? Heb je echt last van een zonde die je dwars zit? Wil je er echt vanaf? Ja, dat is niet zo, heren. Dat en dat is er aan de hand. Wilt u mij ervan vrijmaken? Klaar, amen. En morgen is het gebeurd. Zo werkt dat niet. Het is bidden en smeken is voortdurend. Ja? En God gaat werken in iemand die gelooft. En is het alleen voor je eigen voordeel? Of is het omdat het woord het zegt en dat jij naar zijn beeld veranderd kan worden? En dat is door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus maak het allemaal bekend. En dat is ons zoonschap, ja. Die intieme relatie die wij hebben met God de Vader. Mensen zeggen, de hemel was van koper, ik word niet verhoord. Die kennen dat niet. De hemel is nooit gesloten. Want wij hebben vrijmoedige toegang tot God. Wij kunnen alles bekendmaken. Maar ja, dat wil niet zeggen dat hij alles ons verhoort. Helemaal niet. Want de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Ja, de vrede van God, iemand die bezorgd is, ja, en ontevreden, die heeft geen rust. En de vrede van God geeft rust in ons hart. Die moet ons hart regeren. Dat wil zeggen, als hij de vrede van God in ons hart heerst, dan gaan we vanuit die vrede, maak jij je beslissingen, leid jij je leven. Nou, en dan is angst een slechte raadgever, zeggen wij wel eens, ja. Neem je de verkeerde beslissingen. Want dat zegt hij ook. Die vrede God, wat doet hij? Die gaat onze harten en uw zinnen bewaren. Wat kunnen onze harten, wat is in ons hart? Onze emoties, wat kunnen die ons niet opsturen? Ja? Door bezorgd te zijn. Die kunnen ons helemaal omhoog stuwen en emotioneel en boos en kwaad maken. En ons zinnen, ons denken. En maar denken, blijven denken, ja. En maar blijven piekeren. En het wordt nooit wat. En het zal niet lukken. En ik ben toch niks. Nee, dat die zinnen, dat denken en ons hart, ja, onze gevoelens, moeten gecontroleerd worden door de vrede van God. Dus je neemt
je stappen, ja, maar de gevoelens komen er achteraan. En dat wordt door de vrede van God bewaard. Dus die bewaart dat, die bewaakt dat. Dus net zo voor die gevoelens die ons anders misschien helemaal de verkeerde kant op kunnen sturen, die worden door de vrede van God bewaakt. He, die zit hier achter mij, hij staat ervoor, hij bewaakt dat. Je kunt er niet de vrije hand krijgen. Nou, dat is iets heel anders als dat je, we gaan terug naar Romeinen 8 en dan stoppen wij, dat wij al onze, ja, dat wij een evangelie hebben dat, ik heb die tekst niet gelezen, maar ik vergeten, Matthäus 21 vers 22, dat zoeken we nou niet op, maar bid en u zal gegeven worden, ja? Je kan binnen en het wordt je allemaal gegeven. Ja? Nee, dat doet het niet. Ik heb veel meer aan de vrede van God in mijn hart, die mijn zinnen en mijn hart bewaard in Christus Jezus. De vrede van God is oneindig veel meer waard als dat de omstandigheden naar jouw hand gezet worden. Want dat zie je, dat dat niet werkt. Want mensen die alles hebben en rijk zijn, die alles inderdaad aan hun hand kunnen zetten, die hebben nog steeds de rust niet. En dan zie je heel vaak, ze hebben alles, maar ze gaan steeds gekkere dingen doen. Waarom? Omdat ze die rust in hun hart missen. Die vrede van God, die missen ze, die hebben ze niet. Die proberen ze te krijgen, omdat ze denken, ik heb veel geld, ik kan alles krijgen en dat geeft mij, maakt mij blij en maakt mij rustig. Maar dat gebeurt niet. Alleen door je aan de Here te geven. Dat is de enige oplossing. Nou, dus dan stoppen wij Romeinen 8 vers 27, die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, omdat hij naar God voor de heilige bidt. Dus, oh ja, vers 26. De geest zelf bidt van ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wij weten niet wat wij bidden zullen, maar wij weten dus nu wel, ja, hoe. Maar nog steeds is het het woord wat in ons moet werken. We moeten concreet zijn in dit gebied. Want als denken we, ja, de geest, onuitsprekelijke zuchting, spreekt hij over tongen? Dat denken sommige mensen zo. Spreekt hij over tongen? Nee, Gods geest getuigt met onze geest. Hij identificeert zich. Wij zijn helemaal met hem geïdentificeerd met Christus, ja. En hij getuigt met onze geest, staat er. Dus wat is de formule? Je leest het woord. Je gelooft het woord. Ja, dan komen natuurlijk je leven, dat gaat door. Er komen misschien problemen. Je brengt alles bekend bij God. Je maakt het allemaal bekend. En dan komt de vrede van hem in je hart. En dan komt de dankbaarheid. We danken de Heer ervoor. En dat is de formule. En wat gebeurt er dan? Die dankbaarheid, omdat als wij het woord lezen, wat gebeurt er dan? De geest gaat in ons werken. Gods woord, die teksten die komen naar boven. Dus in moeilijkheden, voor mij was al een hele belangrijke tekst. Ik vermag alle dingen dankzij Christus, door Christus die mij kracht geeft. En kijk naar Paulus. Ik heb overvloed gekend, ik heb armoede gekend. Ik heb alles gekend. En ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Nou, dat is, die teksten die komen er boven in de moeilijkheden. Dus zorg dat je vervuld bent met Gods woord. En dat is de geest die in jou gaat werken. Het is het woord wat in ons werkt. Dat moet heel duidelijk zijn. En die de harten doorzoekt weet wat de mening des geestes is. Omdat hij naar God voor de heilige bidt. Ja, inderdaad. Wat denk je? De geest, het woord, wat doorzoekt onze harten? Kijk maar in Hebreeën 4 vers 12. Gods woord is levend en krachtig en hij is de oordelen van onze harten. En hij is de oordelen van onze gedachten. Ja? Nou, en hij doorzoekt ons hart. Dus als je de Bijbel leest, ja, het is een spiegel. Hij doorzoekt je hart. Hij getuigt ook in ons geweten, zegt Paulus. Hè? De Heilige Geest getuigt ook in ons geweten. Dus Gods woord, dat werkt in ons en laat zien. Hé, dat is goed en dat is niet goed. En hij werkt altijd in overeenstemming met de Bijbel. Dus Gods geest is ook een barometer voor ons, ja? Die laat zien. De vrede van God, als je die mist, dan denk je, wacht even.